Hallo jongens en meisjes. Mijn naam is Ron en ik kom uit de buurt van Gent in België. Ik wil jullie hier graag iets vertellen over een kunstwerk dat ik heb gemaakt enkele jaren terug op de Bunder in Goes. Ik kreeg namelijk de vraag om voor de Bunder een werk te maken binnen het thema letteren. Onder letteren versta ik een verzameling van letters. Interessant om weten is ook dat ik in mijn artistieke werk dikwijls het medium fotografie gebruik, zonder dat daarom het eindproduct een reeks foto's is. Het kan evengoed een video zijn, een installatie of wat dan ook. Ook interessant om weten is dat enkele maanden voor ik die vraag kreeg om dat werk te maken, in Parijs een aantal terroristische aanslagen plaatsvonden. Terroristische aanslagen die zich daarna ook verspreiden over heel Europa. Ik wou dat gegeven van die terroristische aanslagen meenemen in mijn werk voor De Bunder. De Bunder, letteren, fotografie en woelige tijden door die aanslagen, dat zijn de gegevens waar ik mee aan de slag ging in mijn hoofd. Zo kwam ik terecht bij de Amerikaanse pop-art kunstenaar Robert Indiana. Robert Indiana, die in de jaren 60 van vorige eeuw een werk had gemaakt met de letters L-O-V-E, Love. Dat werk werd door het publiek beschouwd als een antwoord van de kunstenaar tegen de oorlog in Vietnam. Dat Love-werk ging een eigen leven leiden en verspreidde zich als een lopend vuurtje. Love verscheen overal in het straatbeeld. Je vond het op t-shirts, baseballpetjes, posters, billboards en dergelijke meer. Kortom, het was al love wat de klok sloeg in de jaren 60 van de vorige eeuw. Dat bracht mij op het idee om dat Love-werk van Robert Indiana, die positieve boodschap, nieuw leven in te blazen. Nieuw leven in te blazen met gebruik van hedendaagse moderne technologie. Ik nam mij voor om voor dat werk gebruik te maken van de krachtigste, meest geavanceerde fotocamera ter wereld. Die camera bevindt zich aan boord van een satelliet van Google. Een satelliet van Google die rond de aarde cirkelt op zo'n 120 kilometer hoogte. Die fotocamera fotografeert het volledige aardoppervlak. Geen enkel plekje ontsnapt aan het oog van die camera, dus ook de Bunder niet. Ik hoefde dus alleen maar mijn letters op de Bunder te plaatsen en op die manier als het ware een fotoset te creëren. Die letters werden vooraf klaargemaakt, uitgesneden uit rood kunstgras. Maar omdat die satelliet pas om de 2 à 3 jaar passeert, moest ik ervoor zorgen dat die letters er een tijdje zouden kunnen blijven liggen. Met andere woorden, alles moest stevig verankerd worden. Met een tuinaannemer en enkele vrienden ging ik aan de slag en creëerden we het werk dat u nu nog steeds op de Bunder kan zien. En toen was het wachten op de satelliet met de camera. Een kleine 3 jaar later was het zover. De satelliet passeerde, fotografeerde mijn fotoset op de Bunder en plaatste die foto op Google Earth. Op die manier wordt door Google Earth die positieve boodschap wereldwijd verspreid. 2 jaar later heb ik ook zo'n werk gemaakt in België, in Sint-Baafs-Vijven, langs de oevers van de Leie. Indien jullie deze coördinaten ingeven in Google Earth, kunnen jullie ook dit werk bekijken. Ik wens jullie veel plezier op die ontdekkingsreis door de wereld van de kunst.